Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een vlog. Ik ga jullie vandaag meenemen na een dagje naar Bunnik, naar de werkzaamheden van een technische dienst. Dit is wat ik in de vakantie doe. Nou, we beginnen om 7 uur. En dan gaan we eerst altijd een bakje doen. En daarna gaan we gelijk lekker aan het beginnen. We hebben nu een klus in de kas. We moeten een goot gaan repareren. En mooi uitzicht gehad hier. Zo, de eerste klus is geklaard. De goot is gerepareerd. Dus de klus kunnen we van de lijst afschrappen, gelukkig. Nou, we hebben nu weer een nieuwe klus gehad. We moeten de robot verstellen. Dus we gaan even kijken welke maat we nodig hebben. En dan gaan we hem in de goede stand zetten, zodat hij weer aan het werk kan. Daar zijn we weer. De pauze is voorbij en we gaan nu naar een andere Bunnikplant. Dus we moeten met de auto spullen hebben meegenomen. En we gaan gelijk aan de slag. Dus ook hier mag je gewoon met de auto rijden. Ik ben net 18 geworden en heb mijn rijbewijs. Dus ja, we konden niet wachten tot ik mijn rijbewijs had. En ook vakantiekrachten mogen gewoon met de auto van Bunnik rijden. We gaan hier zo het scherpe randje van weghalen. Mensen hadden last van, kwamen ongelukken van. Dus ze hebben een melding van binnen gekregen. En dat ga ik nu even repareren. Ik heb een bril op, veiligheid voorop. Nou, van de ene reparatie gaan we naar de andere. We moeten nu iets nieuws maken. Een vangrail van voor deze karren. Die moeten we gaan lassen. En nou, zoals je alsmaar ziet, lasapparaat hebben we allemaal bij de hand. Ik zelf als vakantiekracht gewoon leren lassen hier bij Bunnik. Nou, het leuke van bij Bunnikplant werken vind ik is dat je naar je werk gaat en je weet niet wat je gaat doen. Je hebt dus elke dag doe je wel iets anders, dus het is heel verschillend. En elke dag leer je dus ook nieuwe dingen. Dus ja, zeker omdat ik jong ben en nog veel wil leren, is het handig om hier te werken. Omdat ik en een zakcentje verdient en tegelijkertijd veel leer. Nou, het is 3:30 en het is vrijdag. Dat betekent maar één ding, dat we nog een drank gaan doen met z'n allen. Nou, dat was het dagje bij Bunnik. Geef een duimpje omhoog, share deze video en misschien maken we er nog wel een.